Ik ben klaar voor een stapje hoger, mijn eerste A-partij. Ik train zoals ik altijd doe, ik ga uit van mijn eigen krachten. Zoals ik dat heb aangegeven, inderdaad heb ik een linker slaappil. En die zal zeker van toepassing komen 29 april. Levi Richter is de eerste volgende die de storm van Den Haag over zich heen krijgt. Al mijn B-partij heb ik bijna alles op KO gewonnen en die lijn ga ik doortrekken in de A. Dus Serkan is de volgende. Ik ga niet neer, jongen. Beloof ik je. Ja, ik heb een interview destijds gehad met Hooligan. En daarin hadden we het dus even kort gehad over mijn tegenstanders. En daarop gaf ik een reactie op de actie van Lofogo. Dat hij een filmpje had gezet met een zak en mijn poster erop. Ten eerste hoor je een flop-analyse van combineren. Nou, bij mij vind je niet met alleen combineren. Dus dan zou je echt wel met een betere analyse moeten komen. En dat was mijn reactie. Ik heb het een en ander gedaan op mijn snap. Ja. Harder praten, ik ben zenuwachtig. Nee. Ik heb dus het een en ander gedaan op mijn snap. En ik heb het filmpje ook gezien. Waarin Walid suggereerde, of tenminste zei van, dat de leeuwen tegenover elkaar staan. Nou, my brother, listen. In my village, we chop lion, chop chop, easily, like that, just like that. Het staat nu 1-1 en we hadden al gehoopt op zo'n podium, want we wouden het hier afsluiten. En ik weet zeker dat ik degene ben die het gewoon nog een keer gaat doen. Dus het wordt een mooie partij. Ik ken mijn tegenstander, ken ik alleen niet. Maar dat komt wel goed. Ik train gewoon hoe ik altijd train. En ik laat aan al deze mensen zien hoe zij nog koud gaat. Ik heb geen antwoord. Het enige wat ik jullie wil zeggen is, kom maar 29 april en dan zullen we zien wie KO gaat. Praatjes vullen geen gaatjes en blaffende honden bijten niet. Wat ik tegen de fans wil zeggen is, koop je kaartje nu het nog kan. Het is in Zoetermeer, dat weet iedereen dat het een thuisstad is. Dus we gaan sowieso vlammen. Maakt niet uit tegen wie ik sta of wat ik sta. Dus koop je kaartje snel, nu het nog kan, en dan gaan we het zien. April, wat gaat er volgens jou gebeuren? Dan wordt hij gestraft. Simpel. KO of gewoon winnen? Als ik het ga, zie prik ik hem erin, ja. Oh. Ja, dat is simpel. Nee, ik ben niet op homo dingen, man. Oké. Okay. Dat is één ding wat ik zeg, ik ben niet op homo dingen. Iedereen heeft het kunnen zien, toch, wat er die dag gebeurde. Ik won eerste ronde TKO, hij ging 3 keer neer. That's it, man. Oef. En dat gaat ook 29 april gebeuren. Ik zag en je zojuist. En hij gaat geen gaatje vinden om me te prikken, want... Kijk naar mijn vechtstijl. Wie raakt mij? Bijna niemand. Hij gaat me ook niet raken. Weet toch, voor mij is die titel al van mij. Weet je, ik vind dat die titel al van mij is. Toen ik van hem won, had hij die titel ook al. Dus ja, die titel is gewoon van mij. En 29 april kon ik hem ophalen. Hij mocht hem even vasthouden, dichterbij komt hij niet. Ja, heeft hij net ook al gezegd, maar ja. Geloof me nou, jongens. Soms moet je dingen herhalen voor het kwartje. Ja, maar bij mij valt die kwartje niet, want 29 is die toch gewoon van mij, vriend. Geloof me, 29 is die toch gewoon van mij. Ik had inderdaad een, het was geen zware partij, maar ik had een rotblessure opgelopen. Het was een klein vleeshondje, 5 hechtingen. En ik kon diezelfde donderdag mijn training al hervatten. Hij is goed dicht. Ik heb gisteren van de dokter advies gekregen dat ik gewoon weer volop mag trappen. Wat moet ik nog meer op zeggen? Het was kut, maar we moeten door. Ja, ik sla hem gewoon neer deze keer. Zo simpel is het. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeg ik. Praatjes vullen geen gaatjes. Heel simpel. Hij had de laatste keer ook praatjes. Die ja, je had de laatste 6 wedstrijden volgens mij 1 keer gewonnen en dat was het. Ja, dat was niet eens tegen mij. Tegen toppers, niet tegen B-klassers. Ja, zo wel. Dan hoor jij ook bij de B-klasser. Dat heb ik de laatste keer gezien. Ja. Maar volgens mij was die dag met mijn handen in de lucht waren, vriend. Ja. Dan ging je neer tegen een B-klasser. Ik heb heerlijk geslapen die nacht. Wat denk je dat er gaat gebeuren? 29ste. Winnen. Ik ben er zeker van. Ja, ik ga die zekerheid van hem weghalen. Maar nu zal ik ook nog eens risico's moeten nemen. Dus 29ste heeft hij echt een probleem. Ja, tuurlijk. En ik ben aan de ene kant ook blij dat ik tegen Ridwan vecht. En hij is een vechter die durft te vechten. En niet zoals mijn afgelopen tegenstanders met van die rare gameplannen komen. Van duwen, trekken en knuffelen en al die onzin. Dus we gaan er gewoon een mooie partij van maken.
Voor mij is deze partij iets minder belangrijk. Ik heb met mijn trainer besproken dat we minder hard gaan trainen dit keer. Dat hebben we echt besproken. Want ja, we zijn er zo goed bezig. Maar ja, dat wil ik zeggen eigenlijk. Meer niet. Ja, in het begin, ja, je bent zo'n blessure, dat verwacht je niet. Ik doe deze sport al 13 jaar en het is de eerste keer dat het gebeurt. Je verwacht het niet, maar het heeft nou wel mijn gameplan veranderd. Want ik zal nu, zoals ik al zei, risico's moeten gaan nemen. Het gaat om veel geld en om veel eer, dus ik moet nou gewoon voor de KO gaan. Ik heb geen keus. Ik vond dat een heel slechte keuze van hem. Ik zal jullie even mijn verhaal uitleggen. Ik kwam bij de dokter en het eerste wat hij aan mij vroeg is, heb je het gezien? Ja, tuurlijk heb ik het gezien. Jouw taak is, jij wordt ingehuurd, jij wordt betaald om iets te genezen of om een wedstrijd door te laten gaan. En hij heeft besloten om de wedstrijd te stoppen. Ik vond het ja, ook heel slecht van hem, zeg maar. Ja, slecht van hem. Maar jij hebt daar niet voor gestudeerd, hij wel. Daarom sommige vechten zijn zo dom dat ze niet eens een advies van een dokter aannemen. Nee, ik neem zijn advies niet aan. Ik neem zijn advies niet aan. Hij hoefde niet zomaar te stoppen. Het hoefde niet zomaar. Hij doet zijn werk daar. Hij zegt hij moet stoppen. Klaar, het stopt. Ik vind dokter niet dat is niet voor, ik vind... voor een clown gedoe. Ik weet niet, die dokter is niet zo dom als ons die klap vangt op ons hoofd. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Wij zijn, inderdaad, dat zeg je goed. Wij staan al in die ring. Wij staan al in die ring. Je hebt al wat gezegd op Facebook. Ja, heb ik gezet. Ja, ik heb gezet. Hoezo, op wat moet ik letten? Let erop met wat je zegt. Hoezo, op wat moet ik letten? Op wat moet ik gaan letten? Ik mag zeggen wat ik wil, het is mijn Facebook. Wat wil je doen? Ja, je hebt voor elke tegenstander en elke partij heb je wel een gameplan. En ook voor Jedi heb ik een gameplan. Ik ben ook een vechter die naar voren gaat. En op Jedi heb ik op weinig fouten kunnen betrappen. Hij doet alles goed. Het is gewoon een hele talentvolle vechter. Mooie vechter ook om te zien. Er zijn nog gewoon een aantal dingen wat hij continu doet. Het zijn geen fouten, maar het is gewoon een gewoonte. En daarop probeer ik hem dan... Dan moet ik alsnog risico nemen om hem daarop af te straffen. 29 april is de wedstrijd. Ik maak er een leuk showtje van, net zoals altijd. En dat zien we wel. Ik heb in mijn laatste interview heb ik aangegeven dat ik voor de KO ga. Dat gaat ook gebeuren. Maar mocht er een wonder voordoen, hè, een wonder... Oef. Dat hij 5 rondes... blijf staan. Oef. Dan. Ja, dan krijgt hij zo'n pak slaag dat hij zal weer die kou zal gaan. Kennen jullie de Wizard of Oz? Kennen jullie die? Ze missen de vogel verschrikken. Ja, ik heb gezien dat hij van sportschool is gewisseld. Dus het kan zijn dat hij een beetje onzeker is geworden. Dat hij van sportschool is gewisseld. Ja, dat is het enige wat ik over kwijt wil zeggen. 29 april. Maar we zien niet wat er allemaal gaat gebeuren. Oorlog. Als dat niet erger is.